Alle informatie in deze documentaire is enkel en alleen gebaseerd op onze bevindingen. Wij pretenderen in geen enkel opzicht de waarheid te verkondigen. In deze documentaire stellen wij alleen onze vraagtekens bij de verkregen verklaringen en informatie. Alle informatie die vertoond wordt in deze documentaire is afkomstig van het NFI, politie en openbare bronnen. Vrijdagavond 27 november 2015 ging mijn dochter Dasha Graafsma met drie vriendinnen en een stel jongens uit in Hilversum. Eerst hebben ze nog een klein feestje gehouden bij een van de vriendinnen thuis. En vervolgens zijn ze daar vandaan vertrokken naar de discotheek Let's Get Down in Hilversum. Zo tegen 2 uur was er een klein incident tussen twee vriendinnen, waarbij Dasha betrokken was. En daarna heeft Dasha de discotheek verlaten en is er niet meer teruggezien. Zo rond 2:30, 3 uur, werden wij, de ouders van Dasha, wakker gebeld door de vriendinnen dat Dasha zoek was. En uiteindelijk zijn we ook, net zoals de vriendinnen, naar het politiebureau gegaan om te vragen of de politie ons kon helpen Dasha te zoeken. Dat hebben ze ook echt gedaan. Maar uiteindelijk bleef Dasha de hele nacht zoek. Uiteindelijk waren we thuis en om 8 uur mochten we bellen. En dat deden we natuurlijk 1 seconde over 8. Van, weten jullie al wat meer en kunnen jullie inmiddels een uitpeiling van de telefoon van Dasha doen? Want dan weten we een richting waarin we haar moeten zoeken, want ze was nog steeds vermist. De politie zei, wij bellen u terug. Dat deden ze niet. We moesten dus wachten. We hebben opnieuw gebeld en uiteindelijk hebben we na 9 uur nog een keer gebeld. En toen zeiden ze, u hoeft niet meer te bellen, wij komen bij u langs. En dan voel je al eigenlijk wat er gaat gebeuren. En wat er ging gebeuren, wat we voelden dat er ging gebeuren, dat gebeurde ook. Een meneer en mevrouw van de politie kwamen bij ons. En de meneer, die stond ik al buiten op te wachten, zei buiten al direct, ik heb vreselijk nieuws voor u. Uw dochter heeft zelfmoord gepleegd. Feitelijk hebben we tot op de dag van vandaag, van de laatste uren van Dasha, geen enkele invulling kunnen rondkrijgen van wat er precies zich heeft afgespeeld. Want feit is, en dat is onomstotelijk, feit is dat Dasha door de trein geraakt is. En uiteindelijk daar ter plekke is overleden. Maar de toedracht en de manier en de wijze waarop ze daar terechtgekomen is en hoe haar leven uiteindelijk is beëindigd, dat blijft tot op de dag van vandaag volstrekt onduidelijk. Daarom heb ik ervoor gekozen om alle mogelijke mediamiddelen in te zetten om aan de mensen te vragen van wie maar wat wist, van kunt u mij vertellen wat er met Dasha is gebeurd. En in dat traject kwam ik Kevin de Roy en Joey Roelofs tegen. En die boden mij de gelegenheid om aan hen de hulp te vragen om deze, zullen we maar zeggen, documentaire te maken. Dit verslag van datgene wat je als ouders, als broers, als zuster, als vriendinnen, als familie, als naaste van Dasha moet meemaken op een moment dat je krijgt te horen, het is zelfmoord en daarmee is het dossier gesloten. Maar de toedracht en de vragen, die spreken werkelijk voor zich. En deze documentaire is eigenlijk niks anders dan een vraag aan u van, als u het weet, als u informatie heeft, hou het dan niet voor u, maar breng het naar ons op enige wijze om de zaken boven tafel en duidelijk te krijgen. Want hoe je het ook went of keert, Dasha was 16 jaar. 16 jaar van een veel te kort leven, maar buitengewoon waardevol. En zo waardevol dat je het niet met een makkelijk woordje, omdat de wet het nou eenmaal aan mogelijkheden niet biedt om daar antwoorden op te geven, een dossier zomaar kunt afsluiten. Het leven van Dasha mag niet worden afgesloten als een dossier waar je een stempeltje op zet. Daar was haar leven te waardevol voor.
Want hier vlak achter is Dasha geraakt door de trein. Zo'n beetje ter hoogte van dit bijzondere complex, om het zo maar te zeggen. Volgens een hondenspoor zou Dasha hier geweest zijn. En gelopen hebben. Dus dit is dan het laatste stuk. En waar ik me dan over verwonder is dat je aan het einde van dat stuk, behalve dit complex natuurlijk, maar langs het hele spoor tot uiteindelijk wat verderop is, de Maartensdijkseweg, een heel lang hek hebt langs dat spoor, wat zo hoog is dat je daar als klein meisje niet overheen komt. Ik als grote kerel nog ineens, omdat er ook nog allemaal stevige punten op zitten. Dus dat is zo verwonderlijk. Dus ze zou dan van de plek waar we net waren, bij dat tuinhuis zou ik maar zeggen, bij dat rare ding, dat hele stuk door het bos heen hebben gelopen hierheen. Dat is een van de dingen die men denkt. En dan moeten we ons goed realiseren dat het nu overdag is en licht. Maar toen aarde en pikken donker en dat het regende en dat het zoveel uur later was. En dan helemaal terug naar hier. Om vervolgens dan hier een zwaai te maken, zo die onbewaakte overgang op. Om dan een heel eind dat spoor op te lopen, om dan daar verderop geraakt te worden. Dat maakt het ingewikkeld, vind ik. Iedereen mag denken wat hij wil. En iedereen mag natuurlijk zeggen van het is de ontkenning. Maar voor mij is het voorlopig de onlogische optelsom van zoveel feiten die niet als een feit gezien kunnen worden, omdat de feiten niet worden onderzocht. Dag meneer Glaasma, met Joey en Kevin. Hoi. Ik bel even naar aanleiding van het gesprek. Na het eindgesprek met de familie heeft de politie besloten het dossier door gebrek aan verdere informatie te sluiten. Direct hierna heeft René Glaasma contact met ons gezocht en aan ons gevraagd om het onderzoek voor te zetten. Uiteraard hebben wij hiermee ingestemd. We hebben afgesproken de volgende dag bij elkaar te komen om informatie van weerszijden met elkaar te delen. Wij besloten het verdere onderzoek in complete anonimiteit en stilte voor te zetten. Mediastilte was voor het verloop van het onderzoek een vereiste. Oké, ja, fantastisch man. Nou, top. Oké, dankjewel. Tot morgen. Dus we nemen het nou toch op. Dit is dus de werkgroep. Ja. Die is helemaal gesloten. Helemaal gesloten. En het doel van alles is dat we die 3,5 uur reconstructie krijgen. We weten nu dat we in de situatie zitten dat de politie en dus de officier van justitie definitief eigenlijk hebben besloten het dossier te sluiten. En de reden daarvan is dat ze niet hebben kunnen aantonen dat er drugs in dat ze zit. Daardoor viel voor hun het hulpmiddel weg om extra onderzoek te doen. Want eigenlijk waren ze dat al niet van plan. Want iemand die op de spoorbaan staat, die doet aan zelfdoding. Ja. En iemand die aan zelfdoding doet, dat wordt opgeruimd en dat wordt verder niet onderzocht. Een persoon die wij uit privacyoverwegingen niet kunnen noemen, maar ook die bewuste ochtend bij de opruimingsdienst actief was, heeft tijdens het bergen van het lichaam de politie medegedeeld dat er bepaalde zaken niet klopten en naar gekeken moest worden. De politie vertelde onze bron dat het ging om zelfmoord en daarmee was het dossier gesloten. De politie heeft deze conclusie getrokken op basis van de verklaring van de machinist. Deze verklaarde Dasha gezien te hebben op het spoor en dat zij met haar armen in haar zij als een zombie richting de trein keek.
Tegenstrijdig met de verklaring van de machinist staat in het pathologisch rapport van Frank van der Goot dat zijn bevindingen erop wijzen dat Dasha in haar rug is aangereden. Ditzelfde vertelt deze in een persoonlijk gesprek met ons. In je rapport schrijf je dat Dasha in de rug is aangereden. Ja. En volgens mij heb je tijdens de bespreking in Hilversum, tijdens de pauze, ook zoiets in mijn richting herhaald dat je overtuiging is. Ik heb aanwijzingen dat ik vertel wat het waard is. Nog één keer, sorry. Wat het waard is, want het is een heel dynamisch proces. Ja? Maar de vorm die ze in de rug hebt staan, zit je zo van, dat komt precies overeen met het aanrijden van het blok. In een mail die wij hebben ontvangen van een passagier die in de bewuste trein zat ten tijde van het ongeval, verklaart geen klakson te hebben gehoord. Daarnaast verklaart deze dat het passagiers toegestaan werd om de trein te verlaten voor een sanitaire stop of voor het roken van een sigaret. Naar aanleiding van deze mail hebben wij besloten om de passagier van de trein ten tijde van het ongeval uit te nodigen voor een gesprek. Ja, of eigenlijk een heel concrete vraag, heb je horen klaksoneren? Nee. Nee, echt niet. Nee. Dat vond ik heel raar dat ze dat in het nieuws zeiden. Dat was voor mij nieuws dat ze dat zeiden. Ja. En ik heb het echt niet gehoord en ik zit er helemaal vooraan. Dat had ik moeten horen, ik had geen oortjes in. Nee, echt niet gehoord, nee. Nee. Nee, ik vond dat heel raar. Dat heb ik ook meteen tegen mijn moeder en tegen mijn ouders gezegd. Dat ik dat echt... Toen ik dat las, volgens mij, of ergens hoorde in het nieuws, dat ik echt van, nou, dat is echt niet waar. En misschien heeft de NS een fout gemaakt of zo, dat zij dan, dat het een soort van procedure is, dat je eerst moet klaksoneren voor, als je iemand ziet staan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat de procedure is dat ze eerst moeten klaksoneren en als diegene dan niet reageert, ja, dan heb je wel je stappen doorlopen, maar diegene reageert niet. Of die machinist is, laat maar zeggen, verantwoordelijk om te klaksoneren dat hij zichzelf, laat maar zeggen, wilde redden. Of ik weet het niet, maar ik vond het heel raar dat het zo gezegd werd eigenlijk. En toen opeens was er die doffe knal. Ja, klopt, ja. En je voelde zelfs de weerstand. Ja, weerstand, ja. Wauw, dus het is echt die trein is in een vaart. En ja, dus alsof die en dan wordt voel je echt dat er ja, iets van, ja, gewoon een iets tegenaan komt. Dat je echt gewoon, je voelde echt zo'n, ja... Weerstand inderdaad, ja. Dus de trein was op volle snelheid? Ja. Hij was nog hij was nog niet echt aan het afremmen, nee. Nee, dus helemaal echt in zijn volle vaart? Ja. Ja. Paf, in één keer? Ja, in één keer. Ja, ik schrok mij gerot. Ik stond helemaal te shaken. Ik zat helemaal te shaken in de trein. Dat was echt, heftig, ja. Ja, ja, want ja. Dan hoor je die klap. En hoe lang duurt het dan voordat hij stilstaat? Kun je dat proberen te herinneren? Ja, 7 seconden of zoiets, denk ik. Oké, dus hij gaat hard in de remmen dan? Ja, hij gaat wel flink hard remmen. Ja, klopt, ja. Dus echt van volle snelheid? Ja. Boom, in 7 seconden staat hij stil. Maar dan is het natuurlijk nog steeds wel een heel eind verder. Ja. Ja, klopt, ja. Ja, ja, je rookt dan ook rubber of zoiets. Iets verbrand, zullen we zeggen. Het was niet een normale... Niet zoals normaal in de trein ruikt, laat maar zeggen. Het was echt iets dat je nog iets rook eigenlijk, ja. Wat heb je nog meer gehoord? Ja, daarna leek... Ik beeldde me in dat het, laat maar zeggen, botten waren... die door die wielen heen gingen. Ja. En daarna hoorde ik ook allemaal stenen tegen de trein aankomen, laat maar zeggen. Dus je hoorde echt dat er echt iets flinke knal... was het, ja. 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 Ja, dat is uiteindelijk de waarheid. Ik bedoel, het hele lichaam dat spat uit elkaar. Ja, het is wel naar om te horen natuurlijk. Maar... Ja. Ja. Nee, maar dat... Ja. Wat ik al zei, hoeft niet te sparen. Ja, precies, ja. Dat is ja. Voor mijn gevoel waren het botten. Maar ik weet natuurlijk niet wat het echt is geweest. Maar zo hoorde het wel. Het leek alsof er takken tussen de wielen waren die, laat maar zeggen, geknakt werden. Dus dat geluid eigenlijk, ja. De trein heeft 1 uur en 49 minuten stilgestaan. Er duurde een uur voor de hulpdiensten om te arriveren op de plek van het ongeval, waardoor er maar ongeveer 3 kwartier overblijft voor het bergen van het lichaam en een volledig onderzoek. Je hebt het mailtje naar gestuurd? Ja. Had je ooit antwoord gekregen van hem? Nee, maar dat vond ik echt belachelijk eigenlijk.
Ik heb eigenlijk mezelf helemaal veel moeite voor gedaan. Ik krijg niet eens een bedankje of iets. Na nogmaals een mail gestuurd te hebben, kreeg Annalisa vrijwel direct een antwoord terug. Hierin wordt haar verteld dat ze dankbaar zijn voor haar betrokkenheid, maar geen reden hebben om over te gaan tot actie. Dus omdat er geen reden tot twijfel is aan de verklaring van de machinist, betekent dat dat het niet onderzocht hoeft te worden? Als je kijkt naar de beelden die door een persoon van de NS opgenomen zijn vanuit de cockpit van een trein, zie je dat er weinig tot geen zicht is. In een gesprek met de familierechercheurs blijkt dat ook de politiemensen niet meer kunnen doen dan het systeem toelaat. Op het moment dat er een melding binnenkomt dat er een persoon is geraakt door een trein, wordt er onmiddellijk uitgegaan van zelfdoding. Ik loop soms ook tegen dingen aan beperkingen binnen onze bevoegdheid. Dat is gewoon zo. Ja, dat begint al met dat. Want het begint al als het geen misdrijf is. Het begint al eerder natuurlijk, op het moment dat wij de melding krijgen dat er iemand voor de trein heeft gestaan. Dat is de melding die binnenkomt. Ja. En dan vindt de zelfdoding plaats. En dan komen de plegers uit de blauwe die komen uit de plaatsen. Als er misdrijf is, dan gaan we een aantal stappen nemen. Als het geen misdrijf is, hè, zoals het nu geconfirmeerd is, de zelfdoding. Het kan zijn dat ze ervoor voor is geduwd. Nou, we gaan natuurlijk getuigen horen. En nu is het 's nachts, dus je hebt eigenlijk maar één getuige, dat is de machinist. Alles zit hem dus in die verklaring. Een manager van de NS geeft aan dat een machinist vaak niet eens weet wat er gebeurt, omdat het in een fractie van een seconde gaat. Eigenlijk weet vaak de machinist ook niet wat er precies is gebeurd. Want het gaat in fracties van seconden, zien ze vaak een persoon staan voor een trein. En ja, het enige wat ze nog kunnen doen is de volle remming doen. Er is eigenlijk niet, ja, weet je, natuurlijk, er zijn nog allemaal dingen die ik gewoon aan Das wil vertellen die gewoon weer gebeurd zijn. Maar, en ik kan wel tegen haar zeggen van, ja, sorry dat ik misschien soms een kutvriendin ben geweest of weet je wel, zulke soort dingen. Maar dat doet er voor mij nu niet meer toe. Ik wil gewoon dat ze terugkomt, maar ja, dat zal niet gebeuren. Ja, ik miste gewoon echt heel erg. We zijn in contact gekomen met een bewoner aan de Maartendijkse weg. En deze verklaart het volgende. We hebben het hier over midden in de nacht. Ja. Waarin ik dus al wakker was van de auto die bij ons het pad opreed. Ja. Hij verklaart tussen 5:30 en 5:30 een auto te hebben gehoord die aankwam rijden op de Maartendijkse weg. Na een periode van stilstand vertrok deze auto vermoedelijk richting Hollandse Rading. Ja, dus stel dat die auto iets met Dasja van Doen zou hebben gehad, ja. Dan kan de tijdspanne tussen het moment dat ik dat gehoord heb, de auto gehoord heb, en de klap en dus de klakson, daar kan nooit heel veel. Oh jongens, pas op, ja. Er komt een trein aan. Je zit hier ook niet op te wachten, denk ik. Nou ja, als hij gaat klaksoneren, dan heb je hem wel goed ja, in beeld, denk ik. Maar... Ja, heb je de camera? Doen, denk ik. Ja, dat is niet goed dit. Naast een eerdere verklaring heeft ook hij geen klakson gehoord. Dan had ik toch zeker, als die machinist 3 keer geklaksoneerd zou moeten hebben, zou ik toch tenminste wel 1 of 2 keer hebben moeten horen, want het is gewoon hartstikke stil mee. Ja. En dat heb ik niet gehoord. Zou, zoals eerder verklaard, de machinist werkelijk geklaksoneerd hebben? Onze bevindingen. Patholoog verklaart dat Dasja in haar rug is aangereden. 2 onafhankelijke bronnen verklaren geen klakson te hebben gehoord. Er is een auto gehoord tussen 5:30 en 5:30 op de Maartendijkse weg. Uit beelden NS blijkt dat er weinig tot geen zicht is. Manager NS verklaart dat machinist geen tijd heeft om te reageren. En in 49 minuten tijd is het lichaam geborgen plus een volledig onderzoek verricht. Dit leidt tot de volgende vragen. Heeft de machinist Dasja überhaupt kunnen zien? Heeft deze daadwerkelijk geklaksoneerd? Klopt zijn verklaring met de werkelijkheid? Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar nieuwe verklaringen? Is er onderzoek gedaan naar de auto op de Maartendijkse weg?
en kan in 49 minuten tijd het lichaam geborgen worden en een volledig onderzoek plaatsvinden? Mocht u informatie hebben op basis van de net gestelde vragen, deel dit dan met ons op een van onderstaande manieren. Ze vroeg aan mij, ja, dronk Tasja wel eens? Dus ik, ja, zij dronk wel eens op een feestje of tijdens het uitgaan. Maar in mijn verklaring stond, Tasja dronk regelmatig. Dus ik zei, ja, dat heb ik niet gezegd, waarom staat dit erin? En toen zei hij tegen mij, oké, kras maar door wat je niet hebt gezegd. Dat waren al een paar dingen. Rookte ze wiet? Nou, niet dat ik weet. Nooit eens over gehoord. Nou, toen stond er dus wel in, heeft wel eens wiet gebruikt. Werden deze verklaringen bewust veranderd? Of is er slordig omgegaan met de verkregen informatie tijdens het verhoor? En toen zei hij, ja, teken het maar. En dan zal ik zorgen dat het verandert in wat jij wel hebt gezegd. In de middag van 27 november 2015 hadden de vriendinnen gezamenlijk besloten om die avond naar een 16-plus feestje in Hilversum te gaan, wat in clubgelegenheid Let's Get Down werd gehouden. Die dag had Dasha nog afgesproken met haar vriendje en had ze meerdere malen gekeken naar vakanties. Ze had de volgende dag nog afgesproken met een vriendin om haar nagels te laten doen en diezelfde avond zegt ze in een WhatsApp-bericht om de volgende dag naar korfbal te komen kijken. Om 6:11 fietst Dasha samen met de vriendin vanaf haar huis in Hollandse Rading naar Maartensdijk. Rond 7:30 kwamen Dasha en Tessa bij mij aan. En toen zijn we eerst even op de bank gezeten. Toen hebben we wat gedronken en wat gegeten. Toen op een gegeven moment kwamen Gertjan en Efrim. En later kwam Sophie ook. En toen zijn we op een gegeven moment naar de keuken gegaan. En toen hebben we daar drankspelletjes gedaan. Rond 12:30 vertrokken 7 van de vrienden, waaronder Dasha, richting Hilversum. Ze kwamen hier rond 1:15 aan. Ze parkeren hun auto op de Koningsstraat bij het voormalig KRO-gebouw, waarna het nog zo'n 5 minuten lopen is naar clubgelegenheid Let's Get Down. Op een gegeven moment stonden wij dan in Let's Get Down en we stonden een soort van in een vierkant rondje. Sophie en Dasha stonden hier en Tessa en ik stonden hier zo. En ik weet nog wel dat Dasha liet dat berichtje dan zien wat ze had binnengekregen. En toen dacht ik nog van, ja oké. En toen keek ik eigenlijk wat meer naar achter de club in. Zeg maar langs Dasha heen. En dan zou die ruzie dus geweest zijn. Ik heb die ruzie niet meegemaakt. Ik denk mede doordat het heel erg snel ging en omdat ik dan precies wegkeek. Want ik weet ook nog wel waar ik overheen ging, ik keek. Want je hebt achter heb je nog een bar zitten en ik keek juist meer die kant op. En Dasha en Tessa, Dasha en Sophie stonden naast mij. Vlak daarna toen kwam die ruzie en toen liep Dasha eerst naar een hele rare deur en die deed ze open. En daar zat gewoon zwart achter, was gewoon niks. En toen liep ze dan naar de nooduitgang en toen trap op en toen stond ze nog bovenaan en ze zei nog van ja, maar ik ben even plassen, ik kom zo terug. Was u in de nacht van vrijdag 27 november op zaterdag 28 november 2015 in Let's Get Down te Hilversum of rondom dit gebied? En heeft u Dasha die avond nog gezien, iets van de ruzie meegekregen of iets verdachts opgemerkt? Deel dit dan met ons door te mailen naar info@dashagraasma.nl
of per post naar postbus 79-3738-ZM in Maartensdijk, ter attentie van René Graafsma. Op 28 november in de ochtend werd ik heel vroeg wakker en zag ik dat, had ik via een WhatsAppje gezien dat Tasja was vermist. Dus er kwam bij mij meteen al iets binnen van, oké, wat is er aan de hand? Maar er was niet meteen dat ik me zorgen maakte of zo. Dus ik was even verder gaan slapen en ik werd wakker. En in andere groepschats ging het er wel veel over en ik hoorde dat de politie erbij betrokken was. Dus toen kwam er al wel meer van, oké, waar is ze? Wat is er gebeurd? En toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Ja, Tasja is vermist. Dus ik ben beneden op de bank gaan zitten. En even later zie ik op Facebook het berichtje. Tasja is gevonden. Ze is overleden. Er kwamen opeens allemaal screenshots binnen van het bericht. Dat stond dat Tasja is gevonden. Ze is overleden. Nou, ja, ik kan wel zeggen dat ik dat moment herinner. Maar het is een hele waas moment. Ik herinner me bijna er niks meer van. Ik geloof echt niet dat zij zelfmoord heeft gepleegd. Want zij zou dat zichzelf dus niet aandoen, maar zij zou dat andere mensen om zich heen ook nooit aandoen. Want zij was zo... Ja... Zij hield echt van de mensen om zich heen. En dat zij wist ook dat dat wederzijds was. Zij zou nooit denken van... ik doe dit mezelf aan. Maar zij zou dat anderen ook gewoon niet aan kunnen doen. Ik kwam toen meteen tegen me aanschudden en helemaal dansen tegen me. Toen helemaal knuffelen en zo. Ja, dat was gewoon hoe ze altijd al normaal was. Dat zou ze ook in het dagelijk leven altijd doen. Dus ik had nooit het moment gehad van hier klopt iets niet. Of er is iets aan de hand. Dat heb ik nooit meegekregen. Zij doet dat niet. Zij zat echt goed in haar vel. Ze was echt vrolijk. Ze had een vriendje, ze had een baantje, ze had hobby's, ze had vriendinnen. Ik heb echt het gevoel dat zij nu dit jaar, en dat heb ik ook met anderen dan besproken, echt in een toppunt van haar leven zat. Want ze had veel vriendinnen ook weer opnieuw gemaakt. En wat ik zeg, ze had een vriendje waar ze heel gelukkig mee was. Waar ze veel over praatte en waar ze veel mee ging afspreken. Dus nee, ik heb het nooit zien aankomen dat zij zichzelf iets heeft aangedaan. Zes weken later, op 6 januari, wordt Tasja haar telefoon door twee spelende kinderen achter op een braakliggend terrein in Bosjes gevonden. Nu we alle gegevens uit Tasja de telefoon en laptop hebben verkregen, proberen wij de laatste avond van Tasja in kaart te brengen. Met wie heeft ze allemaal contact gehad? Met wie heeft ze allemaal afgesproken? Heeft ze vreemde berichten ontvangen of zelf verstuurd? Dit moet blijken uit de gegevens die wij inmiddels hebben. Op 27 november 2015, 23:47, stuurt Tasja een WhatsApp-bericht naar haar moeder dat ze nu met de taxi naar Hilversum gaan. Dit blijkt ook uit de gegevens die het NFI heeft verzameld. Uit verklaringen van twee van de drie vriendinnen is gebleken dat ze niet met de taxi naar Hilversum zijn gegaan, maar met drie jongens die ook thuis bij Manon in Maartensdijk aanwezig waren. We zouden in eerste instantie met de taxi naar Hilversum gaan, maar we dachten toch van ja, het is wel duur. Dus toen hebben we uiteindelijk gevraagd of Gert-Jan ons wilde brengen. Toen zijn we rond 12:30 ongeveer naar Let's Get Down gegaan met Sophie, Tessa, Tasja, Gert-Jan en Efrim. Nou, we kwamen rond 12:45 dan ongeveer daar aan. Ik ben toen mijn ID-rijbewijs kwijtgeraakt en daar kwam ik in de rij pas achter. Dus toen ben ik uiteindelijk op Sophie's ID binnengekomen. En toen op een gegeven moment ging ik naar de wc toe en toen werd ik door de politie gebeld dat mijn ID-kaart en rijbewijs waren gevonden. Dus toen zijn Tessa en ik zijn dan naar het politiebureau gegaan. En toen zijn Sophie en Dasta gebleven en we waren uiteindelijk, zijn we een half uurtje weg geweest ongeveer. Na foto's te hebben ontvangen die avond in Let's Get Down gemaakt zijn, kwamen wij een foto tegen van Tasja en Sophie. Deze is om 17:01 gemaakt. Uit informatie die wij hebben verkregen, zien wij dat Tessa en Manon om 13:01 richting het politiebureau zijn gegaan. Zij waren rond 13:45 weer terug. Tasja en Sophie zijn dus ongeveer een half uur alleen geweest. Zou het zo kunnen zijn dat er in dit half uur al iets is voorgevallen waaruit de latere ruzie mogelijk ontstaan is? Ik appte toen van, wij staan nu bij de ingang, weet je wel, van...
En toen kwamen ze meteen daar aan, gewoon met z'n tweeën, gewoon gezellig, gewoon een goede bui. Ja. Hoe zit het met die ruzie die er zou zijn geweest? Er is inderdaad sprake geweest van een ruzie in de discotheek tussen de meiden. Bernard, wat hebben jullie daar? Een van die meisjes die heeft verklaard dat ze uiteindelijk, er is oneenigheid ontstaan. Er is een sms'je verstuurd of een appje. Aan de telefoongegevens kunnen wij zien dat er om 2:05 een Facebook Messenger bericht is binnengekomen van een persoon waarvan wij de naam niet kunnen noemen. Hierin staat dat Dasha mooi is geworden en dat zij de groeten moet doen aan Sophie. Uiteindelijk heeft één meisje een klap gegeven en een ander meisje weer een klap teruggegeven. Daar was Dasha bij en dat is wel het moment geweest dat zij uiteindelijk de tent is uitgegaan via de nooduitgang. We stonden toen met Sophie bij elkaar en Dasha liet iets op de telefoon, een berichtje. En dat moment dat weet ik, want daar was ik, ik stond er sowieso überhaupt naast. Daarna blijkbaar, ze elkaar dus toen een klap gaven of zo, maar dat hebben mijn man en ik geen eens alle twee gemerkt. Want het bleek later dat er een ander stel aan het ruzie maken was. Ja, dat zeiden van begin af aan de politie wel echt daar niet naar luisteren. Nee, wat je doet in dit soort onderzoek is allemaal mensen horen. Hè? Dus iedereen die waarvan je enigszins weet dat ze met haar contact hebben gehad, daar ga je mee in gesprek. Joh, wat is er gebeurd? Wat is er gezegd? Je vraagt dus aan de telefoon, je kijkt naar telefoons. Nou, al dat soort dingen, dat wil je natuurlijk wel uitzoeken. Uit het politieverhoor is gebleken dat dezelfde persoon waarvan wij de naam niet kunnen noemen, ontkent een Facebook Messenger bericht verstuurd te hebben naar Dasha. Als de politie weet dat deze persoon liegt, waarom zijn zij hier dan verder niet meer op ingegaan? Zegt daarover dat hij geen bericht heeft gestuurd. Maar dat hebben we het ook niet aan kunnen tonen. En als er nou zoveel onderzoek is gedaan en niemand liegt evident hierover, dan vind ik dat je die gewoon moet horen. En dan denk ik dat daar echt wel een kapstok voor is te vinden om zo'n jongen daar toch eens echt over te onderhouden. En dat vind ik nog wat verder gaan dan hem een vraag stellen. Ja, we hebben wel ook met een kind te maken die al een keer verhoord is door de politie. Ja, en die ligt. Wij hebben besloten om zelf contact op te nemen met deze persoon. Dit om ook zijn kant van het verhaal te horen. Dag. Met René Graasma, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben de vader van Dasha. Ja. En ik hoef jou niet te vertellen wat er met Dasha is gebeurd. Voor de politie geweest, dus. Mag goed. Ik heb verder ook niks, hoor. Dus, helaas. Nee, ik heb er voor een paar seconden gezien en dat was het. Maar ik wil natuurlijk wel proberen uit te vinden wat er met mijn kind gebeurd is. Ik heb alles op de politie gezegd, eigenlijk. Ik heb dat niet verstuurd, dus. Je hebt geen bericht verstuurd? Nee. Ik kon het ook niet meer in mijn telefoon terugvinden, dus ik weet niet. Er staat toch een berichtje voor jou in? Ja, dat weet ik. Dat heb ik gezien bij de politie. Maar dat heb je niet verstuurd? Nee, dat heb ik daar ook gezegd. Ik kon het ook zelf niet in mijn telefoon terugvinden, dus het is waarschijnlijk niet meer in mijn telefoon gebeurd. Na meerdere malen aangegeven te hebben dat er toch echt een bericht van hem naar Dasha is verstuurd, blijft hij ontkennen. Hij geeft zelf aan dat mogelijk iemand anders het bericht heeft verstuurd. Dus je hebt het niet zelf verstuurd? Nee. Waarschijnlijk de politie dacht of dat iemand mijn telefoon had. Ja? Afgepakt. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Of dat het iemand op mijn Facebook heeft gezeten. En dat is al vaker gebeurd, dus dat kan. Ja, iemand kan proberen in te breken op je Facebook. Is heel waarschijnlijk heel makkelijk, schijnbaar. Dus. Maar dan is er dus een bericht naar Dasha gestuurd door iemand anders en met misbruik van jouw naam. Dat denk ik. Dat ik weet niet door wie. Dat is toch raar dat iemand zomaar jouw naam gebruikt in je Facebook? Ja, dat gebruikt of dat is al vaker. Ik heb het niet geschreven. Ik heb het wel gelezen. Maar niet geschreven? Nee, ik had het ook niet in de telefoon staan meer. Dus. Was jij daar ook omdat het een 16-plus feestje was? Nee, ik ben nou een stukje ouder. Ik was gewoon met de hele groep begonnen. Allemaal veel ouder dan 16. Oké, hoe oud ben jij dan, als ik vragen mag? Ik ben 27 al dus. We gaan nog even terug naar wat de officier van justitie heeft gezegd. Ja, we hebben wel ook met een kind te maken die al een keer vermoord is door de politie. Hebben we hier nou te maken met een kind van 27 jaar die al een keer verhoord is door de politie? Er is al veel eerder vastgesteld, ook toen de uitslagen nog niet vaststonden van het NFI, dat die
daarover heeft gelogen, aan Toma heeft gelogen. Hè? Dus dat had eigenlijk toen al moeten gebeuren. Het is de vraag of je het nu alsnog zou moeten doen vanuit onze taakopvatting. Hè? Van, is dat voor ons onderzoek? Zou dat dan voor de hand liggen om dat nog te doen? En zijn er andere redenen waarom we dat nog willen doen? Nou, daar zijn we het dan niet over eens, over vanuit welke rol dat nog zou moeten. Maar het is het. Wil je alle mogelijke situaties uitsluiten? Zeker met de persoon die evident liegt over het laatst verstuurde bericht richting Dasha, moet je volgens ons uit welke rol dan ook het juiste onderzoek verrichten. Of het wel of niet relevant is, weten we namelijk pas nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden. Door hier vooraf over te beslissen, lijkt het niet meer willen veranderen van het vooringenomen standpunt zelfmoord te bevestigen. Naast deze persoon die liegt over het laatst verstuurde bericht naar Dasha, is er ook iemand anders die ons opviel tijdens het onderzoek naar haar telefoon. Met één persoon had Dasha intensief contact en van dezelfde persoon werden alle berichten van haar telefoon verwijderd. We hebben deze persoon gevraagd voor een gesprek en deze stemde hiermee in. Deze vertelde aan ons dat er inderdaad dagelijks contact was, maar dat niet meer was dan een normale vriendschap. Uit gegevens die wij hebben verkregen uit haar telefoon lijkt het tegendeel zich te bewijzen. Daarnaast kunnen wij zien dat mogelijk het laatste bericht wat Dasha verstuurd heeft via Snapchat ook naar één en dezelfde persoon was. Als wij naar het bewuste bericht vragen, kan deze zich dit bericht niet meer herinneren. Ook op de vraag wat hij die avond deed en waar hij was geweest komen geen eenduidige antwoorden. Onze bevindingen. Geen verder onderzoek naar persoon die liegt tijdens verhoor. Deze persoon blijft tot op de dag van vandaag ontkennen een Facebook Messenger bericht naar Dasha gestuurd te hebben. Nooit onderzoek gedaan naar persoon waar Dasha haar mogelijk laatste bericht naar heeft gestuurd en waar alle berichten van zijn verwijderd. Officier van Justitie vertelt dat persoon die liegt een kind is, terwijl deze 27 jaar oud is. Er bleek tegelijkertijd een andere ruzie te hebben plaatsgevonden. Dit leidt tot de volgende vragen. Ging de ruzie die volgens politie op bewakingsbeelden te zien is, wel echt over Dasha? Zijn de bewakingsbeelden überhaupt veiliggesteld? Waarom heeft de politie niet de moeite genomen om de persoon van de verwijderde berichten te verhoren? En waarom wist de officier van justitie niet dat zij met de persoon van 27 jaar te maken had? Volgens de politie zijn er waarschijnlijk laatste beelden van Dasha gemaakt om 16 over 2. Hierin is te zien dat Dasha duidelijk zonder jas richting het centrum terugliep. Deze beelden zijn gemaakt door de Cocon aan de Neuweg, een opvang voor daklozen. Volgens de politie zijn deze beelden gemaakt om 2:16. De eerste beelden die in de media verschenen geven een tijd weer van 3:21. In een mail vertelt de politie ons dat vergeleken met de atoomtijd de bewakingsbeelden 65 minuten voorlopen. De werkelijke tijd volgens de politie betreft dus 2:16. Volgens de honden is dit de route die Dasha heeft gelopen nadat zij clubgelegenheid Let's Get Down heeft verlaten. De politie en de familierechercheurs geven beide aan niet zeker te zijn van de hondenroute. We hebben een speurhond die heeft wel een soort van route aangegeven. Daar hebben we ook een kaartje van. Maar of ze nou daadwerkelijk op al die plekken is geweest, dat is voor ons nog niet helemaal duidelijk. Ik geloof, ik heb er ook zo goed gezien. Ik heb gevonden het water met de hond eruit. Maar een spoor over de weg, ik geloof niet dat het eruit moet doen. Ja. Puur uit mijn ervaring. Ja. Ik wil de speurhonddiploma's examens bij de politie ook, dan ligt er een spoor van maximaal 48. Als deze hier niet zeker van zijn, waarom wordt dit dan als feit naar buiten gebracht? Dasha kwam vaak in deze omgeving. Ze fietste over de Utrechtse weg naar school, ze liet honden uit met vriendinnen op de Maartendijkse weg en daarnaast kwam ze vaak in de stad. De sporen verklaren dat Dasha op deze plekken geweest is, maar wel op een eerder moment dan de bewuste nacht nadat ze Let's Get Down verliet. De afstand van de hondenroute moet Dasha hebben afgelegd vanaf verlaten Let's Get Down tot aan 5:20, het moment van de impact. De totale hondenroute bedraagt een afstand van 6,5 kilometer. Als de politie beter onderzoek had gedaan,
hadden zij net als wij tenminste 3 plekken moeten kunnen aantonen waar Dasha volgens hen wel is geweest, maar niet overeenkomen met de welbekende hondenroute. Dit betreft de plek van verlaten Let's Get Down, de locatie van de geparkeerde auto en de vindplaats van haar telefoon. We weten dat Dasha direct na de ruzie met de vriendin Let's Get Down heeft verlaten. Wij zien aan de stappenteller van haar telefoon, verkregen door het NFI, dat Dasha om 2:07 Let's Get Down verlaat. Om 2:16 loopt Dasha volgens bewakingsbeelden op de Neuweg. Naast dat Dasha dit heel snel gelopen moet hebben, klopt het ook qua aantal meters niet. Dasha heeft volgens de hondenroute 2 mogelijke wegen belopen nadat zij de club verlaten heeft. De rode route loopt via de Koningsstraat naar de Neuweg en de groene route loopt via Zeshoven, de vindplaats van haar identiteitsbewijs. Aan de stappenteller zien wij dat er vanaf 2:07 tot en met 2:17 224 meter is afgelegd door Dasha. De route volgens de honden is binnen hetzelfde tijdsbestek 1,2 kilometer. Dit is een verschil van 976 meter. Naast ongeveer een kilometer verschil met de hondenroute zien we ook aan de stappenteller dat er een versnelling in het looppatroon van Dasha zit. Dit is precies na het moment dat Dasha te zien was op beelden aan de Neuweg. We zien dat zij om 2:23 een versnelling in gang zet, waarna bijna direct een stilstand van 22 minuten volgt. Tussen 2:57 en 3:04 legt Dasha nog 57 meter af, waarna er geen beweging meer is te zien op haar telefoon. Het looppatroon zou kunnen suggereren dat Dasha mogelijk niet alleen was en achterna gezeten werd. Dit zou de 22 minuten stilstand na de versnelling in het looppatroon kunnen verklaren. Daarnaast zou het ook nog zo kunnen zijn dat Dasha haar telefoon niet zelf meer in bezit had. We weten dat vanaf 2:04 en 11:44 Dasha haar telefoon op één en dezelfde plek heeft gelegen. Dit weten we omdat er geen stappen meer worden gemeten, maar er wel dataverkeer is binnen blijven komen tot aan 11:44. Daarna viel Dasha haar telefoon uit. Onze bevindingen. Volgens politie zijn bewakingsbeelden Neuweg 2:16 gemaakt. Politie plus familierechercheurs zijn beiden niet zeker van hondenroute. Dasha kwam vaker in deze omgeving. Er zijn 3 plekken die niet overeenkomen met de hondenroute. Tussen 2:07 en 2:17 is het 224 meter afgelegd door Dasha. Het verschil met de hondenroute bedraagt 976 meter. We zien een versnelling in het looppatroon van Dasha, waarna bijna meteen 22 minuten stilstand volgt. Vanaf 2:04 is er geen beweging meer te zien op de telefoon van Dasha, terwijl er wel dataverkeer blijft binnenkomen. Haar telefoon ligt vanaf dan op één en dezelfde plek. Vriendinnen van Dasha hebben binnen de omgeving van de route haar gezocht, terwijl ze haar jas met zich meedroegen. Dit leidt tot de volgende vragen. Waarom wist de politie niet dat Dasha op beelden van de Neuweg terugliep richting de stad? Waarom wordt hondenroute als feit bestempeld als politie zelf twijfelt? Waarom zijn een aantal punten waar Dasha volgens de politie wel geweest is, maar niet overeenkomen met de hondenroute, niet opgemerkt? Waaronder de vindplaats van haar telefoon. Waarom is door het NFI de gemiste 976 meter niet opgevallen? Waarom heeft het NFI de versnelling in haar looppatroon niet opgemerkt? Waarom is er geen rekening gehouden dat de route van Dasha ook op een eerder tijdstip heeft kunnen plaatsvinden? En waarom is nooit onderzocht welke route de vriendinnen met de jas van Dasha hebben gelopen? Hier zit immers ook de geur van Dasha aan. De familie heeft een aantal keer gevraagd of al het materiaal was veiliggesteld en of er inzage in het dossier kon plaatsvinden. De politie heeft hier maandenlang niet op gereageerd. Of al het materiaal daadwerkelijk is veiliggesteld, weten wij tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Maanden na onze vragen kregen wij een reactie van de politie. Normaliter is het niet mogelijk om het dossier in te zien, maar uit coulance en hulp bij de rouwverwerking was het mogelijk om het dossier toch in te zien. Wel was het zo dat familie hier maar 2 uur de tijd voor kreeg. Dat de politie alleen al verklaart dat dit mogelijk is uit coulance, vinden wij dubieus. Als familie zijnde die hun zusje en dochter op tragische wijze zijn verloren, zou dit toch het minste zijn wat je als politie nog zou kunnen doen. Daarnaast, als het alleen mag voor hulp bij de rouwverwerking, waarom leg je dan een tijdslimiet van 2 uur op? In zaak van de rouwverwerking zou de familie toch alle tijd moeten hebben om het dossier in te kunnen zien?